Dag Nicole, je zal verrast zijn om mij hier te zien staan, maar ik wil je heel graag nomineren als leerkracht van het jaar, omdat je voor mij enorm veel hebt betekend. In de laatste jaren van mijn middelbaar is ons mama enkele keren geopereerd van kanker. Ik had het thuis enorm druk, wat een zelfstandige zaak. En ik stak mijn energie thuis in de dingen die ik moest doen of dacht dat ik zou moeten doen. En in de school was ik eigenlijk een lastpost. Mijn frustraties thuis werden eigenlijk in de school uitgewerkt. Sommige leerkrachten werden daar boos om. En jij doorprikte dat. En je was er voor mij. Ondanks mijn moeilijke gedrag, mevrouw Maréchal, ben jij voor mij nog steeds een held. Jij hebt ervoor gezorgd dat ik toen mijn moed niet ben verloren. Ik ben dan verpleegkunde gaan studeren en ik heb nog allerhande andere studies gedaan. En dat betekent dat ik nooit heb opgegeven. En ik ben er heel zeker van dat dat zonder jou nooit gelukt was. Want ik was er zeker van dat ik na mijn middelbaar zou stoppen met school. Had ik nog een jaar moeten overdoen omdat niemand zag hoe moeilijk ik het had, dan denk ik niet dat ik nu zo'n mooie job had kunnen uitvoeren en zoveel mooie jobs en studies had kunnen doen. Ook al is het nu ondertussen zo lang geleden, je blijft impact hebben op mijn leven. Dankzij jou heb ik nergens spijt van.